We tonen hoe je met Google een animated GIF kunt vinden die je aan je website kunt toevoegen. We kiezen bij Google natuurlijk voor afbeeldingen, aangezien het een afbeelding is. En we geven in als zoekwoord animated GIF. En dan het onderwerp waar het kan overgaan, bijvoorbeeld question mark of uitroepingsteken. Even zien of dat iets oplevert. Ja. Dus nu bewegen de afbeeldingen nog niet. We gaan eens even zien. Ja, dus we klikken dat nu aan. Nu hebben we echt de animated GIF op zijn ware grootte. We gaan rechts klikken. Het is een afbeelding. We gaan die opslaan als. We stoppen die normaal gezien in de map afbeeldingen, maar voor deze demo zou ik dat in de map openbare documenten steken. En ik noem dat uitroepings. Teken. En we slaan op. Dit is dus gebeurd. We gaan nu naar onze website toe. Ik ben hier op de website Demo's Leraar ICT op de homepage en er is daar nog niets te zien. Die page is nog empty. We kiezen voor het tabblad Elementen, Basis. En ik zou nu op zoek moeten kunnen naar een mogelijkheid om meerdere kolommen. Ja, hier heb je bij de rubriek basis heb je een mogelijkheid om verschillende kolommen toe te voegen aan de pagina. Het is niet zo moeilijk om het aantal kolommen te laten toenemen. Zo maak ik er 3 of 4 of zelfs meer kolommen van. We gaan kiezen voor 2 kolommen. In de eerste kolom gaan we kiezen voor een kleine verwelkoming. En dat doe ik aan de hand van deze container. Title, tekst en een paragraaftekst. Dus hier zouden we dan bijvoorbeeld als titel welkom kunnen geven en dan als een korte tekst waarin je bijvoorbeeld uitlegt waar het in deze site over gaat. Dus hier komt dan de uitleg voor je site. In de tweede kolom zouden we dan de animated GIF, het uitroepteken, willen plaatsen. En dat gebeurt gewoon door de container foto naar die rechterkolom. Je ziet nu aan de oranje balkjes waar ik me precies bevind. Dus hier zitten we nu echt in de rechterkolom, we laten los. En dan gaan we natuurlijk moeten klikken om een plaatje, een afbeelding van onze computer te halen. Ik ga hier direct gelukkig naar de goede map, openbare documenten. We klikken de afbeelding aan en we kiezen voor openen. Zo, en dan zou dat nu oké moeten zijn. Natuurlijk mogen we niet vergeten om de site te publiceren na wijzigingen. Dat doen we door te klikken op de oranje knop publiceren. En we gaan dat dus bevestigen, verder gaan. En nu een beetje opletten, de website is gepubliceerd onder deze benaming. Hier gaan we natuurlijk niet op klikken, want je kan dan een ander domeinnaam gaan aanschaffen, maar dat is niet de bedoeling. We gaan kijken of dat nu inderdaad op onze site is toegevoegd. En we gaan daarvoor de juiste URL ingeven. En inderdaad, hier zie je de site met ondertussen de aangepaste header en met inderdaad ook de animated GIF.